Hi, hier een nieuwsupdate van Rosso's Running Channel. Helaas, deze week geen run. De KLM Urban Trail Series in Eindhoven kan namelijk niet doorgaan. Dit heeft te maken met de coronabeperkingen en wij zouden dus allerlei gebouwen in moeten. En helaas gaat dat op dit moment niet. Tevens heb ik mijn enkelband verrekt en moet ik 1 week even rust nemen van de dokter. Ja, het is nou eenmaal niet anders. Mijn rechterenkel, die is 2 keer zo dik als mijn linker. Dus ja, ik moet even met het pootje omhoog. Niets aan te doen. Ik heb wel heel groots nieuws voor de KLM Urban City Trail Runs. En daar ga ik jullie zo even meer over vertellen. Volgende week gaan wij in ieder geval de Ameland Adventure Run doen. Dit vindt plaats natuurlijk op Ameland. En daarna ga ik een kleine kerststop inlassen, dus hebben wij 2 weken geen run. 31 december ga ik de oliebollenrun in Leeuwarden doen. En ik hoop dat dat ook een hele mooie run wordt. Deze 2 runs die zijn ook 10 kilometer lang. Ja, en nou over het grootste nieuws wat er gaat gebeuren op Rosso's Running Channel. Ik ben officieel ambassadeur geworden van de KLM Urban City Trail Series. Dit zijn 12 runs die ik mag doen door heel Nederland heen. En er zitten nog een paar andere runs bij. Deze Urban City Trail Runs die gaan door Breda, Groningen, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Leeuwarden, Rotterdam, Delft, Haarlem, Arnhem en Eindhoven. Ik vind het prachtig dat ik dit mag doen. Ik vind het ook super dat ik ambassadeur mag worden van hun. Officieel ambassadeur zelfs. En ik probeer er zoveel mogelijk mooie video's uit te schieten. Deze gaan dwars door de gebouwen van al die steden heen. En ja, ik hoop dat dit prachtige beelden oplevert. Het begint in maart. Vanaf maart mag ik naar Breda. En daarna gaan we alle 12 steden van Nederland berennen. De KLM Urban City Trail Series die doet ook mee aan de 4 mijl van Groningen en de grootste marathon van Nederland, waar ik dus ook officieel ambassadeur van ben, de Rotterdam Marathon en de 4 mijl van Groningen. Ik hoop dat ik jullie even een beetje duidelijkheid heb kunnen geven in wat er nog allemaal gaat gebeuren. Wij gaan dus naar Ameland volgende week. Wij gaan 31 december de oliebollenrun in Leeuwarden doen. Voor de rest even een klein beetje rust met het beentje. En het komt allemaal wel weer goed. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Dan gaan jullie al die mooie trailruns kunnen zien volgend jaar. Ik ga deze kleine update ook maar even afsluiten met een traditie die wij natuurlijk nooit zullen verliezen. Het speciaal biertje. Hier hebben we een beet. En vorige week hadden wij een leffe winterbiertje, dus nou dacht ik, laten wij een Hertog Jan winterbiertje pakken. Dit Hertog Jan winterbiertje is 8,8% alcohol. Ik ben blij dat ik niet gerend heb, want anders was ik instant dronken. En winterbier is speciaal gebrouwen voor in de koude, gure periode. Nou. Dat komt mij heel goed uit, want ten tijde dat ik dit nu opneem, is het min 2 graden. Dus echt warm is het hier niet. Dit zware goudgele bier is ambachtelijk gebrouwen met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Ik mag het hopen. Het is een bier van hoge gisting dat geeft ons winterbier die volle zoete smaak en dat krachtige aroma. Nou, ik ben heel benieuwd jongens. Wij gaan er even heerlijk van genieten. Hier komt hij. Het plappen gaat nooit meer goed, maar dat komt omdat het altijd zo koud is in de winter. Ik zeg proost jongens. Tot volgende week op Ameland. Tot 31 december bij de oliebollenrun. En tot de KLM Urban Trail Series. 12 stuks. Officieel ambassadeur. Ik ben hartstikke trots erop. Geniet!
En tot volgende week.